Trainer Gert-Jan Karsten, ja, de eerste nederlaag van het seizoen, 3-0 tegen ASWH. Maar ik denk dat vooral de manier waarop dat je daar ontevreden over bent. Ja, nou ook niet echt. Het zat er gewoon niet in. Die jongens hebben gestreden voor iedere meter. Dat was de derde wedstrijd in een week. Nou ja, ik heb natuurlijk al een paar keer eerder ook bij jou denk ik wel over fitheid gesproken en hoe onze voorbereiding was. Ja, ik vond vandaag de eerste keer dat je kon zien dat de tank leeg was. En met name na de rust probeer je met verse krachten vijf wissels met 1-1 over het hele veld om het toch nog weer aan de gang te krijgen. Maar ja, dit was gewoon één wedstrijd te veel. We hebben twee keer maximaal moeten geven tegen VVG en ACV. Ja, vandaag zat het er gewoon niet in. Nee, je komt al snel op 1-0 achter en ongeveer een kwartier spelen. En daarna dan krijg je wel een aantal kansen op die gelijkmaker. Hè? Ja, hun speelden goed op de diagonale lange bal achter de verdediging. Wij kwamen een paar keer goed door. Ja, die 1-1 moet je maken. Maar ook dat is dan net niet scherp genoeg. Dan kom je net een stap te laat, ben je net niet fit genoeg, ben je net niet op tijd, scoor je net geen goal. Kom je ook niet in de wedstrijd. Hè. Mentaal is ook wel lekker dat je dan gelijk op 1-1 komt. En die kansen waren er zeker. Drie goede kansen over, ik denk met name links. Maar ja, dit is gewoon fitheid. Wij moeten trainen weer de hele week. Moeten uitrusten, moeten weer fit worden. En volgende week gewoon weer de boel bij elkaar rapen. Een mooie wedstrijd tegen Harkema. Echt klassieker denk ik in het hoge noorden. Met een mooie historie van beide clubs tegen elkaar. Ja, dit gaat vaker gebeuren dit seizoen. En zeker als we drie keer in de week spelen. En zeker na onze voorbereiding. Ik heb al gezegd, pas na 6-7 wedstrijden in het seizoen zijn we fit. Ja, dit was wedstrijd 5. En dan zie je dat er nog steeds heel veel werk aan de winkel is. Ja, en heb je dan het idee wat je zegt van de wedstrijd 6-7, dan zouden we ongeveer fit moeten zijn. Heb je dan het idee dat jullie daarvoor op schema liggen? Nou ja, niet met drie wedstrijden in een week. En het grappige is dat we de komende geloof ik 5 weken, 3 keer in een week midweekse wedstrijd hebben. Ja, dus we moeten, nu hebben we een normale week, dus daar ben ik heel blij mee. Maar de week erop spelen we beker op woensdagavond. Dus dan hebben we weer een midweeks programma en dan weer een normale week en dan weer een midweekse. Dus ja, op dit moment zijn we nog niet zo ver qua fitheid als wat ik gehoopt had. Daar staat tegenover dat we wel een heel goed puntentotaal hebben. Veel meer dan we verwacht hadden. Dus ja, tussenconclusie is op zich best positief. Maar vandaag is gewoon een eerste off day van ons als collectief. En staafspelers, het was gewoon niet goed genoeg. Nee, maar dat is dan, weet je dat dan vooral aan de fitheid of speelt er wat anders mee? Nee, dat is vooral fitheid. Als je ons de eerste 4 wedstrijden ziet spelen en strijden. En je ziet ons vandaag. En wat ik zeg, ik heb het in de rust al gezegd. Ik zei, jongens, jullie doen je stinkende best. Ik zie alleen maar bezweten hoofden en iedereen liep paas aan. Maar ja, op het moment dat je afgelopen donderdag niet eens gewoon 1,5 uur kunt trainen. Omdat je het verstandiger acht om ze heel te houden. Dan geeft dat ook wat aan. En wij wisten dat het zwaar zou worden, de derde divisie. En daar klagen we niet over. Die uitdaging gaan we maximaal aan. Maar ja, af en toe heb je dan wel de consequenties zoals vandaag dat je het loodje legt. Want ik vind dat we vooral van onszelf verliezen en niet zozeer van de tegenstander. Ja, waar merk je dat dan aan nu na 5 wedstrijden derde divisie dat het een ander niveau is? Ja, dat alle ploegen de tempo volhouden. En vorig jaar hadden we heel vaak wedstrijden, de laatste 20 minuten was die voor ons. Ja, dat gebeurde dinsdag een klein beetje. En als je voor staat is het natuurlijk allemaal wat makkelijker. Hè? Dan ben je gemotiveerd. Ja, maar je merkt nu gewoon dat we in eindfases nog niet de fitheid hebben om tegenstanders stuk te spelen. En dat hadden we vorig jaar wel. En dat is een compliment aan die tegenstanders. Die hebben betere ploegen. En dat is voor ons een harde leerschool. En dan moeten we ons tegen gaan wapenen. Maar wat je al zegt, de komende weken ook weer vaak midweeks. Hoe ga je dat dan voor elkaar krijgen? Ja, heel goed op de rust letten. Klinkt gek. Maar rust is eigenlijk nu belangrijker dan trainen.